En wat super tof dat je naar deze online videoles van LNLC kijkt. Ik ben juf Marielle en ik geef hiphop en dromensdans op deze dansschool. En de komende 5 weken ga ik elke week een video online posten waarin we super gaaf het hiphop dans gaan leren. Waarmee ik jullie meeneem door de choreo, de warming-up, de techniek, het stretchen, alles. En ook kracht. En ik heb hoop vooral dat je er super veel zin in hebt. En dat je er net zoveel plezier in hebt als ik. So let's go! Zoals bij elke sport en elke beweging begin je met een warming-up. Waarom we dit doen is als je met koude spieren begint met springen en dansen. Je doet een spagaat of een ratslag. Kun je zomaar iets scheuren of verrekken en dat willen wij natuurlijk niet. Nou is het belangrijk altijd een warming-up te doen voordat je intensief gaat bewegen. En tijdens een warming-up heb ik altijd oefeningen, rekken en strekken, stukjes dans tussendoor. Nu heb ik natuurlijk zelf de warming-up gemaakt en denk ik dat het beste is om gewoon lekker mee te dansen. Wel leg ik even het refrein uit. Het refrein is in één stukje van 8 tellen naar 4 muren toe, naar 4 kanten toe. En ik heb dat expres zo gedaan omdat het goed is voor je coördinatie. We beginnen namelijk met rechts, links, in. En dan gaan onze knieën uit, in, uit, in, uit, in, uit, in. Draaien we ons om. Naar links, rechts, links, rechts, links. En ta, 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 ta. En 1, 2, 3 en 4 en hoppakee. Nog een keer en 5, 6, 7. Refrein. Dat is denk ik het enige wat je als uitleg nodig hebt. Ik ga gewoon de muziek aanzetten. En begin met de schouders. Naar achter. En naar voren. En even bewegen. Ga dan met de bouwers op je plek. Komt-ie.
Maar dansen is toch helemaal geen sport? Of, maar dansen, dat is toch gewoon lekker bewegen? Nou, dat klopt. Het is wel een vorm van kunst. Misschien wel meer dan sport. Maar de intensiteit is wel hetzelfde als die van sport. In mijn les krijg je ook kracht- en conditietraining. Is het heel belangrijk dat je krachtig bent in de armen en benen. Want als ik geen kracht heb in mijn armen en ik wil ze wijd doen, dan zou ik me zo. Dat is niet zo mooi. Ik moet genoeg kracht hebben in mijn armen om de bewegingen te maken. Daarom hebben we ook korte kracht voor armen en benen in de les. Dus die gaan we nu doen. Je kunt maar gewoon lekker nadoen. Het is heel simpel. Kleine rondjes, snel. Grote rondjes, langzaam. Voor en voor en voor en voor. Hoog en hoog en hoog en hoog. En dan het refrein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En als het goed is, train je je armen zo om sterk te worden. Doe je dit elke dag. Kom je de volgende week met spierballen terug. Dus we gaan kijken hoe lang we het volhouden.
ook techniek is een onderdeel van dans. En bij techniek gaat het erom dat je kan je pas wel goed uitvoeren. Of je kan je pas wel uitvoeren en hem doen. Maar doe je hem ook goed? Als jij je voet naar voren doet, heb je je tenen gestrekt? Is je knie naar buiten gedraaid? Dat soort dingen. Als ik naar beneden ga, zijn mijn knieën over mijn tenen. Dat behoort tot techniek. En een bekende techniek pas is de pas de bourrée. En die gaan we in stappen leren met een draai erin. Dus in deze 5 weken gaan we naar een simpele pas de bourrée, naar steeds iets moeilijker en dan vervolgens met draai en met armen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. En ik zag net op de camera dat je daar mijn voeten niet zo goed kon zien. Dus ik ga die nu verplaatsen, zodat je mijn voeten kan zien. En dan zal ik de pas de bourrée uitleggen. Dat komt vast helemaal goed. Succes! De pas de bourrée wordt gezien als een moeilijke pas. En waarom? Omdat er een gewichtswissel in zit en een ruststijl. Je kan dus niet door en door en door en door. Want het is 1, 2, 3. Rust. Daardoor moeten je hersenen goed nadenken. Het is steeds je benen om de beurt. Dus hoe werkt zo'n pas nou? We beginnen met rechts, tenminste bij de pas de bourrée die ik vandaag doe. Elke stijl heeft zo zijn eigen pas de bourrée en die kunnen qua techniek verschillen. De hippe pas de bourrée is vooral heel laag. Laten we eerst naar de benen kijken. We gaan met rechts naar achter. Die zetten we schuin achter. Achter. Stappen we links bij. Achter. En voor, weer met rechts. Rechts. Dan zit er een ruststijl in. Dus dat is 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Rust. Nu ken je op school van die passers. Dat is, die gebruiken de middelbare school om een cirkel te tekenen. Is een stokje met een potlood eraan en daar kun je een heel mooi rondje mee tekenen. Nu gaan wij een half rondje tekenen met ons been. Dus we draaien rond en we zetten hem weer achter neer. Achter. Achter. Voor. Rust. Passer. Achter. Achter. Voor. Rust. Achter. Achter. Voor. Rust. Achter. Achter. Voor. Rust. We gaan nog muziek doen. Succes! Alle linkjes van de muziek zet ik onderin neer. Dus onderin of in het scherm. Dan kun je die opzoeken. En we beginnen met de jongste leeftijd 6 tot en met 10. En dat is couplet nummer 1. Superleuk stukje. En we gaan hem doen. Begin benen aan elkaar. Nou, dan het begin met het refrein die is geweest. Dan komt de dans.
En het is uit mijn hoofd. Ik weet even niet hoe vaak achter. Daar komen we zo achter. In ieder geval, we gaan naar rechts. 1, 2, 3, 4. Bounce. Goed zo. Nog een keer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Dan linkerhand aan je broek. En rechterhand gaan we 5, 6, 7, 8. Yes. Komt hier. 5, 6, 7, 8. En sluit. En bounce, bounce. 5, 6, 7, 8. Nog een keer. 5, 6, 7, 8. En sluit. En bounce, bounce. En 5, 6, 7, 8. Gaan we ook de andere kant op. 1, 2, 3, 4. En 5, 6, 7, 8. Komt hier muziek. 5, 6, en sluit, sluit. Bounce, armen. Sluit, bounce, armen. Dus we hebben 1, 2 en bounce, bounce en 5, 6, 7, 8. 1, 2, bounce, bounce en 5, 6, 7, 8. Doen we handen zij, of af elkaar. Gaan we tik voor. Tik voor en staan. Bounce, bounce. Yes, komt ie. 5, 6, 7, 8. Voor, voor, bounce, bounce. Yes, voor, voor. Bounce, bounce. Ik ben gewoon even kwijt wat er nu komt. Nou, dan doen we meteen even vanaf het begin. 5, 6, 7, 8 en sluit. En bounce, bounce en 5, 6, 7, 8 en sluit. En bounce, bounce. 5, 6, 7, handen in de zij. Voor, voor. 5, 6, 7. Voor, voor. 1, 2, 3, 4. Dat is 3, 4, niet 5, 7. En dan hoog, hoog, hoog. Hoog, yes, dat was hem. Handen in de zij, gaan we rechts, links, bounce, bounce, hoog, 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 hoog. Komt ie. Overnieuw en dan op muziek. 5, 6, 7, 8 en sluit. En bounce, bounce, 5, 6, 7, 8 en sluit. En bounce, bounce, 5, 6, 7, 8. En handen in de zij, voor, voor en bounce. 5, 6, 7, 8 en rechts, links, bounce. 5, 6, 7, 8. Goed zo. Sluit, bounce, arm, hand in de zij. Voor, voor, 5, 6 en hoog. Yes, links, 5, 6 en hoog. Dan hebben we 1, 2. Dus eerst moet je rechterknie omhoog, dan moet je linkerknie omhoog. 1, 2 en stap. Gaan we weer links, rechts en stap. Ja, dus 5, 6, 7, 8, rechts, links, stap, links, rechts, stap. 5, 6 en sluit, sluit, bounce, armen, sluit, bounce, armen, hand in de zij. Voor, voor, 5, 6 en hoog, rechts, links, 5, 6 en hoog, rechts, links, stop, links, rechts, stop, links, rechts, sluit. Gaan we in, uit, rechts voor, links boven, rechts boven, links boven, dan ta, 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 ta. Nog een keer. Yes, zet het een paar keer achter elkaar, misschien kunnen we lekker oefenen. 5, 6 en sluit, sluit, bounce, armen. Sluit, bounce, armen, hand in de zij. Voor, voor, 5, 6 en hoog. Yes, links, 5, 6 en hoog. Yes, links, stop, links, rechts, stop. In, uit, 5, 6, 7, yes, links, stop, links, rechts, stop. In, uit.
tegen elkaar. En gaan we naar beneden. Maar ik heb
echt naar voren kijken. Lang je bovenlichaam niet zo of zo. Jongens, dit was de eerste les en ik hoop dat je het net zo leuk vond als ik. Succes met oefenen en tot volgende week!